my friend. It's more professional one, which is cool. Okay. Now I learned something from you. Yes. Okay, show us how it works. Hoe groot is de kans 1 op hoeveel wie dit biertje moet atten? Het staat er al 2 dagen. Dat is 0. 1 op 100. Nee, 1 op 30. Maar ook voor jou, hè? Ja, 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 ja. En Laurens, doe je ook mee? Nee hoor. Oké. Okay. Nee. Saaie mensen, okay, man. Eerst voor mij en dan voor jou. 3, 2, 1, 4. Wacht. Ik was er aan het denken, wat zei ik nou? Eerst voor mij en dan voor jou. Oké, 3, 2, 1, 28. 3, 2, 1, 24. Ah. Laurens, doe je mee? Nee, ik kijk jullie wel. Kijk hoe jullie doen. Oké, ja, maar... We zijn al klaar. We zijn al klaar. We gaan niet verder. Nee? Te risky. 1 op 50 voor jullie. Kijk, met jou wil ik doen 1 op 100. Nee, dat is toch niet leuk? Dat ook voor jou. Ja, maar ik bedoel heen en weer. Het is een wisselwerking. Ja, normaal. Maar ook voor jou dan. Maar dan alleen voor jou. Nee, ja. Oké, okay, voor mij. Oké. Okay. Eerst voor mij. Ja. 3, 2, 1, 16. Blap, zo. Je hebt sowieso goed. 3, 2, 1, 36. Oké, nu wij. Nee. Oké. Nee, oké. Eerst jou. 3, 2, 1, 47. Oké, nu vaak. 3, 2, 1, 87. Oké. Nou, niemand. We hebben ook niet zo'n risico genomen. Maar ja, dat bier staat er al 2 dagen weg te rotten. Die zal niet heel lekker zijn. Ik zie daar een mini King Cobra. Waar moet die bespeeld worden? Hé, hoe kan dat nou? Ik heb mijn gril dicht. Kijk ook. Ja, ik moest hem echt een werken. Je hebt toch helemaal geen gril open? Je hebt überhaupt geen gril. Nee. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog vanuit Egypte. Het is vandaag de warmste dag van de week volgens de nieuwsvoorspelling. 34 graaien en het voelt wel zo als je even buiten staat. Het is echt warm. Dat 1 op 10 blijft zo'n goed spel, want het is heel eerlijk. Ja, net zoals steempje schaar. Ja. Dat verliest sowieso iemand. 1 op 10 kan je er nog beide van afkomen, maar als je steempje schaar zou doen... Ja, dan verlies je sowieso. Ja. Maar dit is natuurlijk de kans op zoveel, 1 op zoveel dat je verliest. Hang omhoog. Ik heb er al 1 omhoog. Ja. Dus je mag half schieten, een halve kogel. Ze houden hier zo rekening met jou, Ok, dat ze je gewoon hier uit de muur een Bavariaatje kan pakken. Kijk er eens. Ja. Je kan gewoon een biertje pakken hier. Nou, dankjewel. Dat gaat lang. Dat het Bavaria heet. Ja. Vind je dat lekker bier? Nee, ik blijf eigenlijk op hertog. Pils is pils. Ja, als het er is, dan drinkt ook het. We gaan de dag beginnen bij de Body River. Dat is deze. Gaan we even lekker een duikje hier nemen. Dat is een van de meest simpele glijbanen van allemaal die hier zijn. Maar ze zijn wel gewoon... Die glijbaan is top, want je hebt een poeltje, glijbaantje. En een top. GoPro'tje mee. Ja, de achterfucking. Ja, mannen, dan gaat hier echt wat fout hoor. Ja, jullie horen dames in te smeren, niet elkaar hè? Ja. Dames aan ons. Of zijn jullie aan het oefenen? Ik passeer in mezelf. Ja, nou. Je had je een half jaar geleden moeten zijn terwijl het meest nog borsten. Dat is nu niet meer van het geval. Nu hangen ze weer, nu heb je hangtietjes. Nu heb je een healthy strong man achter je staan. Die in één klap knock-out slaat als dat nodig is. Er zou geen reden voor zijn, maar... Ik hoop het niet. Nee, joh, het ligt ook al de hele dag lekker te zonnen. Hey, Okke, kijk eens wat ze hebben op je thee. Jullie waren even aan het oefenen gewoon, toch? Met insmeren. Ja. Hallo, my friend. Die gasten zijn hier zo leuk. Ja, man. Ja, man. Ik vind dat wij Nederlanders zijn. Oké, gaan we in de Body River? Dat is lekker inkomen. Ja, dat is... Ja. Cobra, de mini. Side-eye. Let's go bros, ik heb weer zin in met jullie. Let's go. Dit is inderdaad echt een perfecte beginner, kijk dan. Dit is zo'n stukje glijbaan met... Helemaal heerlijk. Hierboven heb je dan een zwembadje waar je in begint. Maar kijk, ze maken hier ook typfouten in alles. Kijk, health problems. Maar hier bijvoorbeeld staat... Heels problems. Als Amerikanen hier zouden komen, zouden ze gelijk het hotel aanklagen. Het staat niet goed. Dus nu weet ik niet hoe de maatregelen hier zijn, de regels. Helemaal gek is dat, hè, dat die mensen zo te werk gaan. Kijk dan even. Lekker hoor. Niet allemaal trouwens, hè, maar het is een bizarre cultuur. Vind ik heel interessant. Ah. Hallo. Good, good. How are you? How are you today? Deze glijbaan heet de Dragero, kijk hoe die loopt. En deze is dus heel lastig om te filmen. Die heb ik nog niet op beeld gehad. Dus ik ga proberen om nu mijn GoPro mee te nemen en dat het kan. Ik heb wat kleinere selfie stick erop dan gisteren. We gaan het zien. Ik moet hem erop hebben, ik heb hem er nog niet op. Ik wil hem filmen, hij is zo leuk. Kan je niet je ding soort buigen en bijten? Ook al zeg dat ik dit moet doen, maar dan andersom. Hey! Ik hoop dat dit een slim idee is. Oh. Zo, heel lastig, maar hij staat erop. Oeh. Dan gaan we weer met de lift, hoor. Yes. Zo. Het is gewoon gelukt, het filmen. Fucking dik. Hij is zo goed en knijt hard. We gaan hem nog een keer pakken. Yes. Dit kan wel een andere baan. Wacht even op mij, jongens. Hallo, later! Hey! Ik ben helemaal gezandstraald. Ik kwam los van het water. Hey, we gaan tegelijk nu op. Oké, jongens, het was de laatste keer dat ik hierin mocht. Hij zei, je shots staan erop. Ik vind het niet veilig in deze. Dus sowieso tof dat ik het mocht doen, maar mag niet meer. Wel leuk dat mijn shots er even op mochten staan. Hij vond het toch niet even veilig genoeg eigenlijk. Hij heeft je wel gegund. Hij heeft me wel gegund. Dus dat is... Ruik naar eten. Kuppersoep. Ja. Kuppersoep. Van alle dingen, kuppersoep. Zeg maar. Oké, oké, is echt zo'n aapie. Omdat je natuurlijk zo belachelijk veel glijbanen hebt, gaan we nu die allemaal testen. Die hebben we ook nog niet aan jullie laten zien. Wacht op mij! Ja, welkom bij een nieuwe vlog. Wow, ik ben helemaal duizelig. Ik ook. Helemaal geen krachtig boeien, hè? Wow. En weg! Go, go! Kijk dan hoe groot dit is. Mees, even een fotoshoot. Ga even lekker liggen. Poseren in het water. Ja. Oh, yes, yes, yes. The glasses on the tip of the nose, please. Yes, and then look like you're gonna fuck me in the asshole. Yes, yes, yes. Yes, yes, beautiful booty. Yes, very good. Okay, do a pull-up for the people. One pull-up, one pull-up. Oh, chin-up also very good. Very good, very nice. Oh, so ik heb een great picture, yes. Let me sit on this. Ga daar even op zitten, word je gelijk gereinigd. Oh, mijn boeken zijn iets te stapelen. Ja, dat is leuk. Scheur hem eruit. Knakt die paal ineens. Very beautiful. Klik, 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 klik. Ja, mees, doe net of je de koning bent, ja. De aesthetic king noemen we dat. Tussen je benen door dat straaltje. Ook ging overheen. Ja, het spettert op mij. Komt ie hoor jongens. Het duurt lang? Ja. Lijkt net dat hij gaat. Staan jullie verkeerd ook nog? Het is ook gewoon bedoeld voor kinderen. Wij vermaken ons hier gewoon hartstikke prima. Kijk, kijk hoe groot dit is. Ja, hoppatee. Hoppatee jongens. Ik kan ook drinken ondertussen. De zon begint al gewoon onder te gaan. Je ziet hem daarachter onder gaan. Tussen de gebouwen. Zie je ook bergen. We hebben heerlijk, we hebben alleen maar gezwommen, alleen maar vanaf de glijbanen. Hey, onze habibi's, onze sachbies. Maar in ieder geval, we hebben onze maat bij de winkels beloofd dat we nog shisha bij hem zouden komen roken. Want hij zei nog van, ik nodig jullie uit Want bij mij shisha er ook, je mag het niet afwijzen, dus dat gaan we ook niet doen. Dus we gaan even kijken of die er is. We mochten langskomen wanneer we wilden. 'S middags, 's avonds. Dan gaan we even... Oeh, Habibi. Oh. Gaan we even kijken of wat hij ons aan kan bieden. Ja. Hij is er niet. Oh. Oh, hij is er wel. Hallo. 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 My friend, how are you? Goed. Hi. Okay if I film? Of course. Of course. Geweldig. You hold now smoke shisha? Yes, we come here especially for you. You invited us. Okay, man. So we're gonna say yes. I promised. Yes, we have to get the Egyptian experience, right? Yeah. Yes, so you have your own tobacco? Here, but we will... smoke professional one with this cool. Okay. Yeah. It's special. It's special, yeah. And why is it special? Because you need one like that to make it burn. Okay, so you have like a special device. Yeah. And what is that to make a... to make a cold burn. Okay, but the thing you put on top, what is that? Here? Yes. I will clean it finish first, after then I will show you. Okay. Let me clean. Thank you. Hey jongens, het is toch geweldig. Zo'n man ons gewoon uitnodigt om shisha te roken. En dan zie je natuurlijk een heel ding. Dus dat gaan we gewoon doen. Even een shirtje aantrekken. En hij had een soort blauwe bes ergens vandaan gehaald. En dan bedoel ik niet echt de blauwe bes, maar de smaak blauwe bes. En dan, blueberry ice. Ja, blueberry ice of zoiets. En dan wilden we dat wij dat proeven. Dus ik ben heel benieuwd hoe het proeft. Here, we bought tobacco. Yes. Which flavor you like? You said the blueberry, right? I have. That was the best, right? Yeah. Yeah. You want blueberry with ice? Yes. Okay. Yes. And this is very professional. Yeah. And where do you get that? From here. Yes. How do you buy this professional? This one is this tobacco, professional tobacco from Dubai. Okay. Yeah, we bring it here as imported stuff, you know. Yes. Yeah. Here that we sell it like that here. Oh, you also sell it. Yeah. Yes. So it's really really professional one. You will try it now and you will know that. That's name Ilfaker. Okay. Ilfaker. Yes. Yeah. Kan je goede grappen mee maken? Gaan we niet doen. So you put tobacco. Yeah. We have one at home, but it's not as good as yours, I think. Yeah, this one is professional one. You guys are professionals, huh? We bought tobacco like that. It smells very good. Yeah. Yes. Dit is toch geweldig, jongen. Shisha roken met zo'n Egyptenaar. Geweldig. We really like this idea. It smells very good. You have after you finish to bought tobacco, you have to close it to keep draw. It doesn't grow, you know? Okay. It doesn't dry. It doesn't dry. Okay. Yes. Like that. Otherwise you cannot smoke it? It's gonna burn. No, I smoke this kind of shisha because it's without nicotine. Just, you know, for fun. No nicotine. No nicotine. Aroma tobacco. Aroma tobacco, okay. Okay, you don't use foil? No foil. No foil. Very professional. Here, you want it closed like that. Yes. Okay, after that you put that here and here cold. Okay, very nice. This is a professional shisha, when you smoke it, you know? Also from Dubai or Egyptian? No, this is Egyptian. This is special Egyptian. Yeah. Okay. Very nice. Yeah. Here? Yes. It's like a magic trick. Something like that. Yes. I'm very curious about the flavor. Je gaat het ook gewoon doen in zijn winkel. Hij gaat helemaal stoelen erbij pakken. Geweldig. Oké, Laurens moet even mondstukjes pakken. Yes? Dankjewel. Ja, mondstuk. Hij spreekt gedeeltelijk Nederlands, wel leuk. Can I ask you why you invite us? Because I would like to speak with people. Because I believe that if I speak with people, I will learn something new. Yes. You know, when you speak with people, maybe you will understand the Holland mentality. Mentaliteit, yeah. So this is give me experience in my life. Very good. It's always good to develop yourself. Of course. Yeah. Yes. Yeah, I must do that. You know. Yes. Yeah. And I have learned different language from the people, you know. When I speak with people, trade with people, yes. You know, like German, French, Russian, English, all. You speak every language. Yeah, almost, yeah. And are you a man of faith? What? Do you believe in God? Yeah, of course. I'm in Allah? I'm Christian. Oh, Christian? Yeah, I'm Christian. Oh, do you have a lot of Christian people in Egypt? Yes? Like 25%. 25%? Yeah, oh, that's quite a lot. Million. Now I learned something from you. Yes, very good. Yeah. When you speak with people from different countries, maybe you can, you know, that accept new formation, new mentality, yeah, new tradition. You will understand others, you know. Yes. Yeah. Because that's for you. You are like European people because they can travel yes. to different places all the world. Yes. Then you can learn a lot. You know? Yes. For us is impossible because it's expensive, and our system of life here doesn't give us this chance. You know, because if you would like to travel to Europe, for example, you need a lot of money. Yes. You can't do that. It's very expensive. Yeah, you are lucky to do that here. We are very lucky people. Yes. To come in here and make a traveling in different places in all the world, then you can learn a new mentality, new culture, you know, anything. Yeah. Yes. Everything you can learn it. Yeah. This is good for your life. Yes, it's good for your development, for your life. For everything. Now we are young. How old are you? I'm 23. 23. If you travel every year in different place, when you will be 40 or 50, you know, you have enough experience how you can treat with people. Yes. How you can, you will understand everyone, you know. Yes. That's experience. I'm talking about experience. Experience, you accept it when you trade a lot with people. You trade information. Yeah, information and talking with people. You will understand when because I meet a lot of people from different countries. When I look to your eyes, I know you are a good man or bad man. I have experience now enough, you know? Yes. When I talk with every one of you, I know what you think about it. Yes. You know? So you asked us to come smoke shisha because you thought we are good men. Of course. And we did. We also came because we think you are a good man. Thank you. You have a good vibe. Thank you. A good story. Thank you, man. Thank so thank you for that. Yeah, I try also to give you a good idea about our country, to make a propaganda. Good propaganda. If you are good with you, you will when you go back to your country, you will talk with others. Egyptian people, they are lovely, they are nice people. Egypt is nice weather and everything is fantastic. If I'm not good with you, you will say for others Egyptian people is not good and. No, yes. I like to give you a good idea about our country and our people also. Yes, you want to respect both sides from both cultures and well, our first impression of Egypt is amazing. The people are nice, the food is nice, the weather is nice. Thank you. Thank you. And everything is nice. Tourism is our life, our business, you know. Yes. So we must, as you said, development, okay, and try to make a good propaganda all the time about our country and our people. Yes. Then we encourage people to come back again here, you know. Yes. Yeah, yeah. I like it. Yeah. We will see that. Yes. Okay. Leuke kerel. Ja, man. Ja. Leuk gast. Ja. Hij, ja. Ik vind het wel heel tof dit. Ja, aan zo'n vragen wat hij in Nederlands wil leren. Ja. Hij wilde, ja, hij heeft de vorige keer gezegd toen we hier waren dat hij echt Nederlands wil leren. Dus gaan we wel een paar dingetjes leren. Maar ik denk nou een vloeiend Nederlands. Ja. Ja, dat is tof man. Het is leuk dat als andere culturen jou uitnodigen, weet je wel. Ja. Dat is echt super vet. Oké. Okay. The first one. You do three pieces? Three pieces. Je gaat automatisch ook altijd een beetje anders het Engels praten, snap je wat ik bedoel? Ja. Ja. Je zegt ook, als we mensen tegenkomen, zeggen we niet hallo, maar zeg je hallo. Ja, ja toch? Dat doen we allemaal. Oké, it's ready. Nou, wij hebben er eentje thuis staan, maar die gaat nooit zo goed werken als die. We hebben echt een crap ding, man. Oké, man. Nou. Zit je lekker mee? Nou, dat is mooi. Oké, show us how it works. When you smoke it, you will know that. Okay. I can't explain that for you. You have to taste it. Okay, we're gonna taste it. Yes. Ik denk dat het wel lekker is. Ja. Ja, man. Is the taste already good? Fantastic. Yes, it's fantastic. De winkel is ook gewoon open, dus dat gaat. Ja, we zitten hier open. Ja, de winkel is open. Without nicotine, it's very light. It's light because of the nicotine. Excuse me. Yes. The chair, just for 2 minutes. Oh yes, no problem, take the chair. Laurens. Oh. Thank you. There's an, it looks like a rattlesnake. Yeah. Andere kant. Like this, right? The mouthpiece looks like a rattlesnake. Yeah. Okay. Yeah. So it's something nice to use as a decoration. Yes. This one. You can use it for two, for the smoking and decoration as well. Yeah. Okay, so it's it has a double function. Yeah. Yes. Yeah. Hoe smaakt die, Lau? Ja, is dat de beste die je ooit gehad hebt of niet? Goed. Goed? Ja? Ja, want dit is maar echt veel beter dan die van ons. Hij zei ook dat omdat er geen nicotine in zit, dat het veel zachter is. Normaal, als je shisha rookt met ijs erin, is het heel scherp soms, toch? Het is geen dikke rook. Nee, maar het voelt gewoon heel licht, zeg maar. Niet heel veel smaak, maar gewoon... Het is gewoon chill. It's very light. Light, I told you, because without nicotine. Yeah. If with nicotine, it won't be not light. Yeah. What do you already know? I know, hoe gaat het? Godzijdank. Godzijdank. Kijken, misschien kopen. kijken, misschien kopen. Other people say kijken, niet kopen. Yeah. 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 Kijken, niet kopen. Heel veel people, they don't like this word, I know that, yeah? Yeah. Oh, they like kijken, misschien. Yeah, that's better, because there's a possibility they might buy it. Yeah, that's right. You don't close the door. That's right. Maybe. Maybe, yes. Misschien. Misschien, ja. Ja, is die lekker? Fantastisch, ja. Fantastisch. Fantastisch. Fantastisch, ja. I have learned new word now. Ja. De smaak is lekker. Is lekker. Ja. Smaak is lekker. Ja. The taste is good. Taste is good. Smaak is lekker. Lekker means tasty, you know? It's good. And tot ziens. Because Holland little bit like German. Yes, it looks like. It's a Germanic language. With the German language they say lekker. Ook lekker. Ja? Okay, I don't know. Goed, ja? It's getting better and better, yeah. Ja, is die goed? The smoke is getting thicker. Yeah. Yes. Because it's all the tobacco is burning now, or not? Yes. Okay. Geweldig joh, dit is toch goud? Is this your favorite taste for shisha? This is my favorite, or normal blueberry. Also good, yeah. But what do you want to learn? Something for to use with communication in the store, something else? Not necessarily that. When I talk with people, maybe you say one word, you say information, I can keep it for myself. Okay, yes. You just want to learn. For fun. The motive doesn't matter, you just want to learn. So, you know, that's spend it with people better than spend it with my phone, you know? Yes. I like that idea, I like it, yes. How much? Euros, dollars. Dollars, American. American dollar. Говорит по-русски? Yes. Where do you come from? Poland. Dzień dobry. Możesz po polsku. Deze man kan alles. De winkel is ook gewoon open. Hij gaat nu gewoon even handelen. Możesz bij één stokje pakken? Moment? Één stok? No, I need magnes. Magnes. Okay, zobaczymy na magnes. Magnes. You speak Polish, sir? So you're selling things while smoking shisha. Ja, wat goed. Hoe is die mees? Yes, go make business. Hoe is die mees? Ja, is die goed? Zacht op het keeltje. Zacht op het keeltje. Dus de winkel loopt ook gewoon helemaal vol met mensen. Dit is een levenservaring. Serieus. Ook hoe die vertelt met passie. Ik vind het geweldig. Wat zullen we leren? Ja, het gewoon gaandeweg. We zoomen zo even die camera uit. Ik heb ook het gevoel dat dat ook gewoon een beetje... beter voelt of zo. Hij vindt het juist leuk dat we filmen, maar voor mijn eigen gevoel even. Dames en heren, dik en zo naar deze winkel. Als jullie er ooit zijn. Zijn insteek is gewoon heel goed. Komt echt goed vanuit het hart gewoon. Ik wist niet dat 25% Christian was in Egypte. Ik dacht echt dat het echt volledig moslimland was. Gewoon islam, maar... Ja, ik zei Arabisch, maar... Je gaat hier hoesten. Vind je leuk hoor. Heel veel korps maken die mensen ook in Nederland. Ja? Ja. Het zijn de beste korps die je kan kopen. Deze. In Nederland krijg je altijd zo'n korps te maken. Leggen wij gewoon op het verluis en dan komen we 10 later terug. Het staat hier mooi in de fik. Ja. Zo is heel lekker man. Ja. Hij is heel licht. Ja, heel licht. Heel goed. Hoe kan jij dat? Er staat te veel wind. Hoe kan jij dat? Ik heb eerst geoefend met mijn anus. Ja. Die blaast betere rondjes. Ja. Om gewoon in een winkel zitten in Egypte shisha te doen, jongens. Ja. Dat is geweldig. Ja. Dat jullie met jullie dit mag meemaken. Kerel erbij. Dit had ik ook echt, echt niet verwacht dat we dit zouden gaan doen. In Egypte. Ik ook niet, man. Maar dit is echt veel leuker. Ja. Dit is geweldig. Hij is nu ook gewoon even dingen aan het verkopen. Ja. Ja. Do you want shisha? Thank you. No? 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 Okay. No, that's good, why not? It's because you smoke tobacco, it's not good, yeah, right? No, I don't want. Oh, you don't want, okay. Okay. Thank you. Thank you guys, no. That we are invited. Yeah, no problem. You mean hospitality? Hospitality. Gastvrijheid. 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 Yes. You have very much of it. Thank you. Yes. Thank you. Do you do this every day? Not every day. One time or two times in a week. Oké, so you keep it special. Ja, speciaal. Ja, speciaal. Speciaal. Hele leuke kerel. Leuk dat we dit ook mochten vastleggen en hij was heel gastvrij. En we hebben heel lang met hem zitten praten en hij heeft alles op een rijtje. Hij zegt, ik ben gewoon heel hard aan het werk en ik ben dankbaar voor alles. En ik wil mijn gezin nog een keer meenemen hier en daar naartoe. Dat is natuurlijk lastig met hoe het leven hier is. Het leven is af en toe wel best wel gewoon hard, weet je wel. En, maar hij zegt dat hij blij is. En dat het allemaal goed komt. En hij heeft ons allemaal dingen geleerd en wij hem. En mannen, het was wat. Hè? Leuk gewoon. Hele leuke kerel. Ja. We hebben ook wat dingetjes gekocht bij hem. Van de week al nu weer, dus... Hoe weet het? Hij werkt al 17 jaar, jongen. Ja. Keihard, elke dag, zegt hij. Ik heb een soort... Het is heel raar. Wij maken altijd zulke dingen mee op vakantie met gasten. Dat is heel gastvrij is. Net zoals met Sinan in Turkije. Ja. Ik zie andere mensen dit niet zo snel meemaken. Nou, ik denk dat veel mensen dit meemaken, alleen wij zijn natuurlijk wel heel open-minded. Ja. Ja, dat is wel zo. Maar en we zijn heel erg extrovert natuurlijk, dus ja. Dat is ook anders. Als je als introvert binnenkomt en je straalt uit van, ja, ook niks mis mee, iedereen is anders. Maar je straalt uit van, ik hoef het allemaal niet, ik hoef niet per se te praten, ik wil alleen wat kopen. En, ja, dat is natuurlijk een verschil. En, hij had een goede vibe, we hebben een goede vibe. En als je een beetje op dezelfde frequentie zit, dan gaat het op dat soort dingen heel snel, ja, natuurlijk. Ja. Het was een leuke vent. Ik vond het ook mooi over gewoon hoe hij alles zei en praatte, zijn visie. En die man, er komen mensen binnen. Is hij opeens Pools aan het praten? Ja, wat een kerel, ouwe. Oké, dames en heren, dat is de... Het is zo leuk om te horen hoe die man in het leven stond. We hebben heel veel van hem geleerd. Dit ga ik nooit vergeten. Mocht je ooit in Hurghada zijn, bij ons in dit resort, ga zeker een keer langs. Het is een heel klein winkelstraatje hier zo. Er zijn namelijk heel veel Nederlanders hier. Dat hadden we een beetje onderschat. Allemaal positief natuurlijk, dat wel. Dus dat was allemaal super leuk, dus bedankt daarvoor. Wat een kerel. Echt, dit is zo leuk. Dit is zo tof. Ga ik nooit vergeten. Ik hoop dat jullie meegenoten hebben. Dat jullie, jullie hebben natuurlijk niet het hele gesprek gevolgd. Een gedeelte maar. We hebben natuurlijk een heel stuk gefilmd en een heel stuk niet. Maar het is alleen maar goed voor een mens. Het mag alleen maar goed voor een mens. Ik hoop dat jullie er ook van meegenoten hebben. En dan gaan we jullie morgen weer zien om 5 uur. Dan gaan we op pad activiteiten doen hier in Egypte. De woestijn. Dus wees er morgen bij om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later, toppers. Thank you that we can film this because it's a great memory. You're welcome. Yes.